The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Goedemorgen iedereen op onze Power Breakfast Sessie webinar van Nuvias. Deze keer gaan wij het hebben over secure wifi. Eerst een algemenere inleiding en dan gaat mijn collega Koen verder ingaan over de watchguard aanpak hiervan. Koen Cordier is actief binnen ons technisch team van Nuvias en heeft zich eigenlijk verder gespecialiseerd binnen wifi. Ik stel voor dat als jullie tijdens de sessie vragen hebben, om die al via de chat aan ons kenbaar te maken. Maar op het einde van de sessie zullen we zeker tijd maken om die te beantwoorden. Maar dan zullen we ook iedereen unmuten en kunnen jullie eventueel ook de vragen doorstellen. Ik geef het woord aan Koen, die ons door zijn presentatie zal leiden. Koen, het woord is aan jou. Okay, dankjewel, Sabine. Goedemorgen, welkom nog eens op deze Power Breakfast webinar. Ja, het wordt ontbijt, we zullen natuurlijk zelf moeten zorgen, maar het is wat anders tegenwoordig, maar we doen ons best. Dus we gaan nog even over de agenda. Dus ik ga eerst over de. Oei, we zijn al te ver. De agenda's. Dus we gaan het eerst wat hebben over de Wifi Basics en dan over. De bedreigingen waar je nu kunt mee kampen bij wifi. En dan gaan we het hebben over het onderzoek van Bircom. En dan de secure wifi aanpak van WatchGuard. Dus ja, tegenwoordig kan je overal gebruik maken van wifi. Dat weet je wel. Maar tegenwoordig is ook zijn er heel veel toestellen die dat wifi gebruiken van laptops, wat standaard is, naar smartphones en de hele hoop IoT-apparaten zoals koelkasten, sensoren. Er is heel veel op wifi. En je kunt op heel veel plaatsen ook een gratis wifi hebben op via de hotspot. We zijn weer aan het sukkelen. Dus de wifi basics. Dus je hebt momenteel heb je twee frequenties waar wifi op uitgezonden wordt. Je hebt de 2,4 GHz band en de 5 GHz band. De 2,4 GHz band, dat is een aantal jaren geleden ontwikkeld voor op langere afstand en op een lage doorvoersnelheid verbinding te kunnen maken. Het nadeel daarvan is dat je heel wat storingen hebt, omdat die 2,4 GHz band gedeeld wordt met microgolfovens en Bluetooth, dektelefonie en babyphones en van die dingen. Er is ook nog een overlapping van de kanalen en je kan gestoord worden door andere access points van buren, andere bedrijven in de buurt of van die free hotspots. En dan heb je nog de 5 GHz band, dat is gemaakt om op kortere afstand de wifi door te zenden. Het voordeel daarvan is dat de doorvoersnelheid verhoogt. En nog een voordeel daarvan is dat er geen storingen zijn door andere toestellen. En daardoor dat ook, en de band is ook minder bevolkt, waardoor dat je hogere snelheden, makkelijker hogere snelheden haalt. Voor de 2,4 GHz band. De snelheden dat ze dat toestellen aangeven, of in het algemeen voor wifi, dat zijn de maximale theoretische snelheden van een radiokanaal. Maar wat de meeste mensen niet goed weten, is dat een wifi-verbinding een half duplex-verbinding is. Dat wil zeggen dat elk toestel praat om zijn beurt met het access point, dus elke laptop
dat verbinding maakt met een access point, praat om de beurt en kan niet tegelijkertijd zenden en ontvangen. Daardoor gaat er eigenlijk heel wat tijd verloren naar omschakelen tussen praten en luisteren van de access point, de foutcorrecties dat daarop moeten gebeuren op de verbindingen en er opnieuw te proberen. Dus al bij al is de daadwerkelijke doorvoersnelheid maar de helft eigenlijk van de geafficheerde snelheid en meestal minder. Dus dan moet dan ook nog rekening houden met muren en glazen wanden in een kantoor of zo. Waardoor dat de snelheid vertraagt. Dit is een plan van een kantoor met een heleboel access points. Dus de blauwe bolletjes zijn de access points. Op dit plan kan je dan zien hoe dat tot waar dat de wifi eigenlijk uitgezonden wordt en tot waar dat het stralingsgebied is of de airspace. En van cyaan naar groen is het signaal optimaal om te werken. Te werken bedoel ik dan tegenwoordig videobellen, datatransfer op hoge snelheid en van die dingen. Van groen naar geel is het signaal goed om op te surfen, om het ERP-systeem of CRM-systeem te raadplegen en datatransfer op een iets lagere snelheid. Dus zoals je ziet, is in dit gebouw een grote hoge densiteit, waardoor dat je vlot in alle kantoren een hoge snelheid kunt halen. Maar dat wil ook zeggen dat de wifi niet stopt aan de voordeur. Dus bij de omleiding van het gebouw zie je dat op lage snelheid je eigenlijk nog ver op de parking een wifi-signaal kunt ontvangen. Dus vandaar dat je moet eigenlijk ook je wifi-netwerk beginnen beveiligen. Dus dan gaan we het dan even hebben over de verschillende soorten bedreigingen dat er dan eigenlijk bestaan voor een wifi-netwerk. Dus er zijn zes gekende bedreigingen voor uw wifi. Een rogue access point. Dat is een access point dat wordt in uw netwerk geplaatst door ofwel een werknemer of door iemand anders die daar zijn eigen wifi wil uitzenden. Bijvoorbeeld iemand dat denkt op kantoor van de wifi werkt hier niet goed genoeg, ik pak gewoon iets mee, ik plug dat hier in een UTP-poort en ik zend mijn eigen wifi uit en dan kan ik makkelijker aan de andere kant van mijn bureau zitten of een beetje verder gaan zitten en ik heb goede wifi. Als iemand dat doet, ja, je weet het niet. Je hebt dan een evil twin access point. Dat is een access point dat op hetzelfde netwerk, eenzelfde netwerk SSID uitzendt, maar eigenlijk in een ander netwerk zit. Waardoor dat uw toestel per ongeluk verbindt naar dat access point, maar dat eigenlijk zo op een insecure netwerk komt of op een andere, of een netwerk van een mogelijke hacker. Dan heb je ook nog neighbor access points. Bijvoorbeeld als er een hotspot in de buurt zit of als je in een kantoorgebouw zit met op verschillende vloeren, verschillende bedrijven met verschillende hotspots en dat per ongeluk je telefoon connecteert naar de free wifi hotspot. Maar ondertussen denk je ook dat je verbonden bent met je eigen access point, dus dat kan ook een probleem zijn. Uh,
Ja, want nog eens met die neighbor IDs zijn als je laptop in het bedraadnetwerk zit en ondertussen met de wifi in een ander netwerk en zo ben je per ongeluk verbonden met twee netwerken, wat ook een security probleem kan geven uiteraard. Je hebt dan nog Rogue Clients, dat zijn eigenlijk alle toestellen die officieel eigenlijk niet op je wifi-netwerk mogen komen, maar door een of andere manier toch het wachtwoord zijn te weten gekomen en dan per ongeluk op je wifi-netwerk zitten. Of alle toestellen die dan via een Rogue Access Point geconnecteerd zijn. En dan heb je nog een ad hoc netwerk. Dat zijn netwerken zoals die airconnecties tussen twee Mac'en of zo, of twee laptops die via de wifi met elkaar verbinden. Om zo de security te omzeilen en zo een bestandje door te zenden, dat kan ook een probleem zijn. En dan heb je nog slecht geconfigureerde toestellen, slecht geconfigureerde access points die daar een slechte security uitzenden, dan nog gebruik maken van web als beveiliging. Of helemaal geen security uitzenden en dat waar je gewoon zonder verificatie op kan connecteren, maar dan toch in je netwerk zitten en waardoor dan toch mensen toegang krijgen tot je trusted netwerk. Dan gaan we het eventjes hebben over het onderzoek. Mircom is een onafhankelijk Amerikaans testbedrijf dat onderzoek gedaan heeft rond al die zes bedreigingen waar ik het daar juist heb over gehad. En die hebben van alle soorten merken naast elkaar gelegd en daar testen op gedaan. En ze hebben gemerkt dat de WatchGuard websites, de WatchGuard access points, allemaal aan al die testen voldeden. Alle andere vendors kunnen dat ook wel, maar niet zo als ze gewoon uit de doos komen. Vereist wel dat als techniek ertussen komt en aanpassingen doet, of sommige dingen zijn gewoon niet beschikbaar. Rogue Access Point is dus die ongekende access point of toestel in je netwerk. De neighbor IPs zijn de hotspots of het burennetwerk, de evil twin. Het zijn de toestellen die daar hetzelfde SSID uitzenden als u beveiligd trusted, maar dan waardoor de andere mensen verbinding met jullie maken. En dan ad hoc netwerken zijn de verbindingen tussen twee PC's. En de concurrent reads, ja, natuurlijk alles tezamen. Misschien raar, maar het is zo. Dus secure wifi. Secure wifi. Dus de firewall beschermt uw bedrijf voor bedreigingen van het internet. En uw access points die zitten zitten ook in je trusted netwerk, maar zitten ook mee aan de buitenkant. Dus de secure wifi beschermt de perimeter van je wifi bereik. Want zoals ik daar juist al zei, je wifi stopt niet aan de voordeur, stopt niet op de parking. Dus iedereen dat binnen de airspace zit, kan proberen te connecteren op uw bedrijf. Hoe kunnen we daar bij helpen met Nuvias en WatchGuard? We hebben een uitgebreid pakket aan access points en
en mogelijkheden via de WatchGuard Cloud om je om die security te verhogen. Dus de WatchGuard Access Points zijn geïntegreerd via de WatchGuard Cloud, waardoor dat je de bediening hebt vanuit één paneel. Je hebt Unified Threat Management. Er is een goede via de Dimension en de WatchGuard Cloud een hoge visibiliteit. En de snelheid van de access points wordt verzekerd. Wat heb je nu nodig voor die secure wifi? Dus van het moment dat je kunt een access point ook gewoon verbinden met je Firebox, met je WatchGuard Firewall, en die dan heb je gewoon de basic wifi. Op het moment dat je secure wifi wilt, dan heb je een wifi cloud licentie nodig. Dat kan nu momenteel op alle access points. En vanaf dan heb je die WIPs voor WatchGuard. Dus de WIP-sensor die zit standaard in de Wi-Fi Cloud oplossing. Hoe werkt dat nu? Wacht, ik moet hier klikken. Dat is mijn fout. Ik kan ondertussen eens drinken. Wat is nu WIPs? En dus WIPs zorgt ervoor. Dus WIPs is Wireless Intrusion Prevention. En dus wat doet dat nu? Dus de access points waar de WIPs geactiveerd is, die zijn de pakketjes uit naar de verschil en naar de in de airspace en naar de andere access points die op je trusted zitten. En die marker pakketjes detecteren en klasseren alle access points en toestellen en wifi toestellen die verbonden zijn en zichtbaar zijn in de airspace van de WIPs access points. En die klasseert die en detecteert die. En als dat geclasseerd wordt als een rogue access point, dan gaat uw wifi toestel daar niet mee kunnen verbinden. Als dat geclasseerd wordt als authorized, ja, dan kun je gewoon wel verbinden en je data doorsturen en daarmee werken. Of als het geclasseerd wordt als een external, dan is dat gewoon een ander netwerk in de buurt waar dat je ook niet mee gaat kunnen verbinden. Dus de WatchGuard Cloud, dat is dus de Wi-Fi Cloud, dacht dus de toestellen in de airspace als authorized of external of rogue. Dit proces is niet aanwezig in andere wifi-producten op de markt en verzekert ervan dus dat alleen de juiste toestellen verbonden geraken en blijven. En dus laat ook andere wifi-netwerken in de buurt met rust. Om u te beschermen zouden we ook steurzenders kunnen zetten, maar ja, dat is niet de bedoeling. WatchGuard heeft dus een groot aantal access points voor kleine ruimtes, kleine vergaderzalen voor een man of 10, 20, tot access points voor buitenoplossingen en aulas en arenas. Dus er zijn een heleboel soorten access points. Er is juist nu nog een nieuw bijgekomen, de AP2255W. Dat is een access point dat in de markt wordt gezet om in hotelkamers of bij mensen thuis gewoon bij personeel in te pluggen om op een bepaalde kleine locatie voldoende snelheid door te geven.
Zo, dat was in weer in een drafgeweer. Ja, de secure wifi en de oplossing dat WatchGuard daarvoor heeft. Zijn er eigenlijk vragen? Was het een beetje duidelijk? Ik zie in de chat geen vragen gekomen. Maar misschien, Nico, kan je iedereen unmuted zetten, zodat als mensen vragen willen stellen, ze die kunnen stellen? Ja, iedereen is snel unmuted. Oké, dank u. Ja, moesten er mensen vragen hebben? Nicole heeft ons jullie op unmuted zetten, ofwel in de chat zetten, ofwel kan je ze stellen. Nu, wij zullen ook na deze webinar, zal ook de presentatie nog worden doorgestuurd naar iedereen die heeft deelgenomen. En jullie kunnen uiteraard ook altijd achteraf mij of Koen contacteren voor specifieke dingen. Als er geen vragen zijn, dan stel ik voor dat wij afsluiten. En dan wil ik ook iedereen bedanken om deel te nemen aan deze webinar. Dank u wel. Dank u wel.